Welkom to Heroes of the Storm. Mensen wat deze niet kennen. League of Legends zou toch bekend in uw oren moeten klinken. Dit is ongeveer gelijk daar. Deze is wel een nieuwe map. Die heb ik nog maar één keer gespeeld. Dus my apologies if I suck. Hè. Nu, wat is Heroes of the Storm? Is een team van 5 heroes tegen een ander team van 5 heroes. En in uw map moet je zorgen dat je aan de core geraakt van uw enemy. Die core die spawnt uw minions, zo on en zo voort. Je hebt ook in Heroes of the Storm mobs, objectives. Gelijk hier moet je de immortals bevechten. Schakelt jij de enemies in een immortal uit, vecht degene van u, voor een short period of time. Je zult dat direct wel zien. Het is een van mijn favoriete support heroes. Ik denk dat ik Seasoned Marksman ga pakken. Nu, deze is wel een two-lane map, denk ik. Ja, het is een two-lane. Die scout eigenlijk voor ons team. Hij heeft 1 of 2 enemy heroes gespot. Ze kan healen. Ze kan Lunar Flare gooien. Wat ook enemy stunt. En een target marken voor extra damage. Dus. Ah, die is geheeld. En die 2 enemy heroes zijn neergegaan, dus goed. Kan niet klagen daarvoor. Ai ai. Veel damage kan ik wel klagen. Even mana gaan halen. Daar zijn onze mortals. Die! Oké, een talent pakken. Meer attack. Qua damage is niet echt veel special. Mana en zo gaan we.
Dat is ook een belangrijke tip wat ik u kan geven, is zorg dat je zo lang mogelijk in leven blijft. Nu, ik weet niet of ze dat ooit gaan invoegen. Dat lijkt niet echt een penalty te zijn voor een begin op te sterven. Op het einde wordt dat langer en langer dat je eigenlijk niet beschikbaar bent voor je team. En dan is dat eigenlijk wel een ramp. Maar in beginstages is dat eigenlijk nog niet zo'n ramp. En dat mag wel veranderen. Ik bedoel, van wat ik weet van Leak is dat je je team redelijk veel schade aandoet door te sterven. En dat maakt niet uit of dat een begin is of. Nee, dat is eigenlijk concept anders. Ik geloof dat je. Hoe meer dat je sterft, hoe langer dat je moet wachten of zoiets. Maar zo belangrijk, uw mercenary camps capturen, die kunnen u heel goed helpen. En als je een boss camp kunt kapot maken, ja, dat is natuurlijk heel goed. Ik zie dat de enemy naar ons gate is aan het gaan. You die. Die healing movement speed is zo goed, hè. Meestal heb je zo het laatste. Kunt je dan juist nog aan de enemy hero voor damage te doen. Een chic mount. Maar daar geef ik persoonlijk geen geld aan, dat is puur cosmetic shit. Waarom zijn we eigenlijk aan het zo? Hebben we zo'n flaming aura rond ons? Geen idee, maar I'll take it. Nu moet ik toch terug gaan, want ik moet mana hebben ze. Nu, ik weet wel niet of deze commentary geweldig gaat zijn. Ik ga daarna deze match reviewen om te zien of het op iets trekt. Maar ik ben niet gewoon van Heroes of the Storm te commentaten. Commentary erover doen. Dus, we shall see. Hè. We gaan nu met de Immortal de base aanvallen. Een enemy. Talent. En wie win? Tijd 5 vlug gegaan. GG. Tien gold bij, not bad. Stats.
21 takedowns, 0 deaths, is niet zo bad, hè?